dit gebouw heeft ook weer een beetje een bijzondere historie. Want toen ze dat in de 80e jaren, zo rond 1985, wilden op gaan knappen, toen hebben ze er een parkeergarage naast gebouwd. En toen leek het wel een leuk idee om het mogelijk te maken om vanuit die parkeergarage ook het dak van V&D op te kunnen rijden en daar te kunnen parkeren. Dat is ook gebeurd. Er zijn twee verdiepingen bovenop gezet, waarvan er één al echt als parkeerdak in gebruik is. Heel veel mensen vroegen zich toen af van, kan dat wel? Is dat gebouw al stevig genoeg? Nou, je ziet al aan de foto dat ik ben toch niet zo erg klein, maar dat die kolom nog wel aanzienlijk dikker is, daar kan ik wel een paar keer in. Die is veel te zwaar voor die paar verdiepingen die erboven zitten. Dat komt omdat bij de bouw in de 50er jaren men er al rekening mee gehouden heeft dat er een hoogbouw zou komen. Dat is nooit uitgevoerd, maar die fundering is daar wel op berekend en die kolommen in de onderkant van het gebouw zijn er ook op berekend. Dus dat parkeerdak dat komt er makkelijk op en die auto's komen er makkelijk bij. Er is zelfs uitgerekend dat er nog wel eentje bovenop kan.